Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. De vorige aflevering was ik een soort van semi-ragequit. En dat is best lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ik denk dat het ruim een maand geleden, ik denk wel langer, anderhalve maand geleden is dat ik deze game heb gespeeld. Probleem daarin is, ik weet de controls niet meer zo goed. Dus dit kan heel lang gaan duren, want ik ben echt bij een moeilijk stukje. Dat hebben anderen ook gezegd tegen me. Maar we gaan het gewoon maar proberen. Het kan goed zijn dat deze hele aflevering of wordt weggegooid, of dat ik de hele aflevering bezig ben met dit ene stukje wat ik nogal lastig vind. Maar we gaan het zien. Ik moest net al eventjes deze skill proberen, hoe dit ook weer werkte. Maar daar ben ik gelukkig achter gekomen. Kut. Oh, dat lukte. Oh, nu ben ik dood. Oké. Nou, dit gaat wel top. Maar ik heb ook verteld dat het dus niet uitmaakt hoe snel je dit doet, want het water haalt je altijd in, zeg maar. Hoe kan ik de overkant halen? Ben ik even benieuwd. Maar dit is me natuurlijk wel gelukt de vorige keer, maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet meer. En het geluid staat best hard. Bedenk me nu, maar dat doe ik zo wel eventjes tussendoor. Nou, kom. Kut. Oké. Volgens mij kan ik die projectiles van die... Ik moet even echt mijn geluid even zachter zetten. Zo. Ja, zie je, die projectiles van de enemies kan ik gebruiken. Kom met je projectile, dankjewel. Ik heb ook een nieuwe controller sinds de tussentijd. Dus dat is ook handig. Tenminste, dat hoop ik dat het handig is. Ik leef nog. Barely, maar ik leef nog. Het kut is dat je echt helemaal opnieuw moet beginnen. Er is niet iets van een checkpoint tussendoor, zeg maar. Maar het gaat me vandaag lukken, heb ik besloten. En zo niet, dan word ik gewoon nog bozer, net als de vorige keer. Kom met je projectile. Dankjewel. Dit is gewoon een kwestie van omhoog springen naar deze, ja. Oh. Ja, nou, hoe durven ze dit te doen? Ik leef nog, what the fuck? Ik leef op een gegeven moment nog. Oh, nu bijna niet meer. Zo. Even kijken, wat is hier ook weer te doen. Kom met je projectile. Wow. Nu hebben we nog maar één leven, dit wordt hem niet. Nou, spring er dan op. Wow, what the fuck. Hallo? Ah. Zo. Dit is zo'n kutse... Oh, spring dan op die bloem! What the fuck? Kom op.
dat stukje is zo kut, want ze komen gewoon niet, zeg maar. Je kan wel blijven wachten, maar er gebeurt niks. Maar net geluk hebben dat er iets komt. Ik die toch veel games speel, heb ik toch weinig games gespeeld waarvan de controls zo slecht zijn als in deze game. Je moet gewoon geluk hebben of er iemand iets schiet, zeg maar. Het is niet van, oké, met skills dan haal je het, zeg maar. Je moet gewoon geluk hebben dat er wat geschoten wordt. Anders kan je de overkant niet halen. Nou, hier. Nou, what the fuck? Dan druk ik op einde en gebeurt er niks. Het is gewoon zo random allemaal. Dat is zo kut. Hier, dat stukje. Ik kan nergens naartoe. Dan staat er opeens een enemy die er normaal nooit staat. Leuk, leuk. Oh, en nu springt hij niet twee keer uit het niets. Ik dacht van, oh nee, Milan haalt het bijna. Laten we nu de double jump uitschakelen. Leuk.
Nee, ik was zo dichtbij, maar toen pakte die ei weer niet. Want ze vonden weer dat ik te dichtbij was en dan moet het allemaal niet werken. Ik had het zo leuk gemaakt. Nu deed de double jump het weer niet. Leuk. Oh, nice. En nu doet die bloemen opeens niet omhoog laten springen. Het is gewoon zo onnodig, omdat het allemaal de ene keer wel werkt en de andere keer niet. Kijk, als ik nou een fout maak, dan is dat minder erg. Maar het is gewoon, de ene keer werkt het en de andere keer werkt het niet. Nu doet hij het weer niet. Nu snap ik wel waarom ik de vorige aflevering geragequit ben. Het was niet echt de ragequit, denk ik, maar... Het leek er een beetje op. Oh ja. Zie je opeens het water denkt van, ah, Milan is nu wel heel ver, laten we even een stukje omhoog gaan. Dat werd bijna onnodig, mijn dood. Heb ik het gehaald? Wat een kutstuk is dit, zeg. Kan ik ze even? Wat een scheid onzin. Een grote uil. Kibooming. Wauw, al die moeite voor niks. It was the lie that she hated. But Ori's kindness would once again save my child. Kibooming. Ori. The Kumo saved you, delivering us from an uncertain fate. That's fine. But look here, with the Ginsatree restored and Nibel's waters are clear. But there's no time to choose, we must make haste.
The element of winds next, resting deep within the forlorn ruins. Inside the misty woods, there's a key that will open their gates. Bam, bam, bam. Oké. Okay. Dit was 7? Dat was 7. Op de kaart, op de kaart. Hoe gingen we ook weer op de kaart? Hier. Kan ik uitzoomen? Oh. Niet echt dus. Daar ben ik nu. Oké, okay, dit hebben we allemaal al gedaan. En we moeten helemaal daar naartoe. Oké. Okay. Maar ik zit wel zo van, ja, ik wil wel een beetje exploren wat hier is natuurlijk. Dit is die kutboom waar we net doorheen zijn gegaan. Wee! Dus. Oké. Okay. Kunnen we zwemmen? Wojo, ik kan zwemmen. Dit is interessant. Oké, oh, oeps. Ah, dat is lullig. Ik ga het toch nog een keer proberen. In eerste instantie... Is de swimming mechanic oké? Okay. Dat is in andere games wel eens anders geweest. Je kan toch aan de ding blijven hangen? Ik weet alleen niet meer hoe, dus daar is te lang geleden voor me, denk ik. Zo, dat is een kutstukje. Laten we eens kijken wat er hier is. Oh, hier moeten we doorheen met, door twee van die fragments te hebben. Maar ik heb geen fragments, dus dat kunnen we niet doen. Oh! What a bitch. Oké, niet onderlangs. Oké. Kun je verder naar beneden dan misschien nog voor iets interessants? Ah. Ik moet niet vergeten adem te halen. Ademhalen. En we hebben eens een stukje gevonden. Wacht, nu moeten we dat fragmentje opnieuw halen, of niet? Oh ja. Zoals jullie merken, een tijdje geleden dat ik gespeeld heb, moeten we even goed nadenken hoe het ook weer zat. Ga ik nieuwe levens hebben, boys. Oeh. Oh nee, die ontploffen. Oh, oké, ik leef nog. Nice. Oké. Nice. We hebben zo'n fragment. Oh, wacht, er zit nog iets. Oh, ik leef net. Er zit nog iets.
een kwestie van om snel omhoog proberen te komen. Voorbij de piranha plants. Oh. Ready! Oké, nice. Met X openen we de deur. Ik denk, oh fuck. Ik denk dat we hierboven moeten zijn. Dit wordt een moeilijk stukje. Besturing in deze game is zo kut. En nu is het niet erg, want nu staat er niet per se veel op het spel. Oh, daar kan je niet staan, kut. Ik snap wat de bedoeling is nu. Alleen het is lastiger dan je denkt. Waar we maar even doodgaan. Ik kill me! Auw. Kut. Dat werkt niet. Oké. Ah. Er is nog wel zo'n lamp daarboven. Ja. Ah. Er is... Hey, hier is een tree. Verkeerde knop, kut. Krijg ik dan niet ook een nieuwe skill? Ja, you earned Stomp. To use this ability, press A to leap into the air. And then down to dive powerfully toward the ground. Oh, dat is episch. Laten we daar de volgende aflevering mee verder gaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? En doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Adios, amigos.